is een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrificeren van materieel. In deze machine zit geen brandstofmotor, maar een elektrische motor. En gevoed door accupakketten in plaats van brandstof. Hier zit de motor achter. Daar hebben ze een stuk verlengd. Meestal is het bij een kraan dat hier de opstap zit. Dus hier zit ook normaal de dieseltank en daar zit nu de motor met de pomp. Hier kun je hem dus laden, gewoon aan de stekker. Maar je kunt ook deze bak er gewoon uitpakken. En dan kun je hier aan de voorkant kun je ze laden. Op afstand of ergens bij een locatie waar je stroom hebt. Qua kracht en energie is hij even sterk. Het maakt eigenlijk verder niet heel veel uit. En het maakt gewoon minder herrie. Hè? Je hoort de motor niet meer. Het is puur de pomp die nog het geluid maakt die deze machine veroorzaakt. Het is qua uitvoering is hij precies hetzelfde. De meters die normaal gebruikt worden voor een brandstofmotor, die worden omgezet voor de elektromotor. Ja, er zitten geen patenten op, zeg maar. Deze kraan is voor iedereen te ontwikkelen. Het is eigenlijk, ik zie het hetzelfde als dat je een giek verlengt, zou je ook een stuk accupakket erin kunnen kopen. Dus het is vaak de eerste in zijn soort, zal wat duurder zijn. Maar uiteindelijk, als het meer in serie gekocht zou worden, ja, is het voor iedereen gewoon bereikbaar. En dan zie ik het als een extra pakketje in een kraan. Zowel CO2 als stikstof zijn een probleem in het hedendaagse. En dit lijkt me een hele goede oplossing om emissieloos te kunnen werken. Ik ben er heel trots op, Jan.